Jullie zien hier een locatie. Dit is waar ik vroeger gewoond heb. Nu denken jullie van, hè, zijn toch gewoon beton. Zo jongens, tof jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Vandaag weet ik niet wat we gaan doen voor de vlog, maar maakt het niet uit. Ik heb vanmorgen niet gefilmd, omdat ik daar niet tijd voor had. Ik ben wel lekker wakker geworden, maar ik had een raar droom. Dat bedenkt me ook in de juiste video-idee. Ik heb 11 of 12 jaar geleden heb ik in een leuk gebouw gewoond, dat nu afgebroken is ondertussen. Maar ik nog wel eens leuk voor met mijn statief, mijn camera en mijn GoPro naar daar is te gaan en dan maar te vertellen over een verhaal dat ik daar meegemaakt heb. Dus ja, dan moet ik daar wel eens doen, maar ik weet niet wanneer, want het is wel een heel drukke straat. Dus dan gaat iedereen zo kijken van, wat is die guy aan het doen? Wat is die guy aan het doen? Wat is die guy aan het doen met zijn cameraman? Gaat hij een inbraak maken of zo? Nee. Wow, ik word daar zo niet door dat te doen. Maar ik ga nog papa en Adriaan zien. Ik ga nog de thumbnail van de vorige vlog nog editen. Dat heb ik nog niet kunnen doen. Die vlog staat online, maar ik heb nog niet de thumbnail. En morgen is het zover. Gaat deze bed weg? Hopelijk wel. Ja, kijk. Hoor dat kraak. Dat zit hier gewoon makkelijk vast. Maar ja, dat bed kan makkelijk kapot gaan. En dat is niet de bedoeling. Maar ja, morgen gaat het er hopelijk uit. Alles daaronder. Moet ik ook wegkrijgen. Ik weet nog niet wat ik dat ga doen. Mijn bed weet ik ook nog niet hoe ik dat ga wegkrijgen. Maar dat zie ik nog wel dan. Al zet ik het daar in mijn bed. Dat moet wel lukken daar. Of, ja, ik weet nog niet. De enige plek waar ik het op hier moet ik stukken van mijn bed leggen. Ach ja. Maakt niet uit. We zien nog wel. Misschien kan ik die daarachter leggen. Dat kan ook. We zien nog wel. Maar ja, ik weet nog niet zeker of ik het morgen ga kunnen doen. Tja, ik weet nog niet zeker gewoon. Ik zal wel zien morgen dat het doorgaat. Dus hou zeker de vlog van morgen in het oog. En als je ziet staan in de titel van ja, een nieuw bed, dan weet je dat ik een nieuw bed heb. Als je nu iets anders ziet staan, dan weet je dat ik dat weer gedaan heb. Vandaag weet ik nog niet wat ik ga doen voor jullie. Jullie weten dat natuurlijk wel al aan de titel en de thumbnail. Maar ja, ik sluit je bij terug. Tot ziens. Tjo jongens, ik ben terug. Ik zit nog altijd Bassie en Adriaan te zien. Ja, en hoor mijn bed gewoon uit. Als ik er juist ging liggen. Ja, ik kan daar nu niet op commando dat bed laten kraken. Wel als ik hard beweeg. Maar dat is niet handig hè jongens. Hé, hey, je ziet dit eigenlijk hoor. Het is nice, hè? Maar nee. Ik weet eigenlijk niet wat ik vandaag ga doen. Ik ging het normaal vandaag een gameplay opnemen. Het is al 9:30. Dus ja, dan een leuke morgen. Is het geen school? Dus als ze vandaag echt iets voor de vlog zoeken, neem ik morgen verder op. Ik heb morgen mijn bed hier ook te doen. Oh, is het ook nog een gedoe? Ja. Ik weet alleen niet waar ik mijn bed ga zitten, want ja, al mijn spullen van mijn bed, mijn onderdelen van mijn bed. Ik had gezegd daar, maar ik weet niet dat dat daarachter gaat passen. Ja, dat zien we morgen allemaal. Dus zorgen voor morgen. Hopsa. Ik zeg vanavond zien, ja, ik zit hier nog pas in AD aan te zien. Want ja, wat moet je anders doen? Ik heb de YouTubers dat ik meestal kijk ook gezien. Ja, ik heb de hoes eraf gehaald en dat ik vaak hierboven moet zijn om de kaartje van in mijn camera in te steken. Dus daarom dat ik die achtergrond eraf heb gehaald. Ja, ik gebruik die toch voor de rest niet echt, alleen voor filmpjes te zien. En voor, ja, voor te editen en voor de rest, of filmpjes te maken soms. Maar voor de rest, deze is mijn privé gsm, die gebruik ik het meest. Ik wil ooit deze af laten doen. Want weet wat nu handig is aan een nieuwe popsocket?
van Enzo knop? Ah ja, gewoon de nieuwe Pops Grips. Die kunnen erop klikken, maar die kunnen er ook afschuiven. Dus als ik in een hoesje wil gaan, of dat klinkt raar. Als ik in een dingen wil gaan, dat wil ophangen, zo, dan kan ik dat gewoon ophangen zonder dat dit in de weg zit. Want nu zit dat in de weg en als Popsocket op is, zeker. Maar ik kan dat dan eraf doen, dat dat maar een klein randje is dat in de weg zit en dat kan ik wel, dus ja. Maar ik heb zo'n Popsocket niet, misschien koop ik dat ooitjes of misschien krijg ik dat ooitjes. Wee wee. Nu kan ik het altijd met dit doen. Ik heb mijn gezin zo aan, want er staat wat op dat jullie nog niet mogen zien. Dat er nog wat geheim is. Ja, ik heb mijn achtergrond veranderd. Eigenlijk mag ik dat nu niet doen, want ik film vaak. Deze heb ik nog altijd mijn Panther. Ik weet soms niet wat te zetten, deze. Ik weet het niet. En als achtergrond heb ik nog altijd dat vuurwerk. Ik weet gewoon, ja. Oké, ik blijf te lang stil, sorry. Maar, ik heb gisteren ook een gameplay ook opgenomen. Vandaag ging ik helemaal ook een opnemen. Maar het is daar dan niet van gekomen, maar dat kan niet zo goed waar. Moet pas maandag klaar zijn. Ik heb straks nog vrijdag ook dat ik kan opnemen, misschien. Oh, sorry, mijn oog. Mijn water is aan het opgeraken. Ik heb al één fles leeg, nu heb ik er nog één fles maar. Maar als ik terug de kans krijg om water te pakken, dan ga ik terug water pakken. Sorry, ik was even aan het zien hoe lang ik nog aan het filmen was. Als ik terug kans krijg, dan vul ik weer de twee flessen en blijf ik weer een week of zo toe. Ik drink wel veel boven, als ik nu gewoon je ziet. Heel de dag, ja. Dan is een fles op een dag leeg, want ik drink veel water. Ik drink zo'n fles helemaal leeg. Van een liter en een half. Dat was een liter en een half. Sorry als jullie me slecht zien, want jullie zien waarschijnlijk tussen al de kabels. Ja, ik kan niet in één keer doordrinken. Dat kan wel zeer. Wacht, ik moet. Het is zo lastig soms dat je moet zitten om te kunnen drinken, hè? Dat je niet gewoon kunt helemaal zo zitten en dan kunt drinken. Ja. Ah, lekker water. Jam jam. Oh, ik kan niet wachten tot dat beter is. Dan lig ik. Ja, nu lig ik ook goed, maar dan kraakt dat niet zo hard. Want te kraken word ik soms van wakker dat ik mij vlug beweeg omdat ik een droom heb en dat ik dan wakker schiet omdat mijn bed kraakt. Dat is zo irritant soms. Ja, ik loop wel voor. Oh, sorry. Ik raak wel moe. Maar het is gewoon dat ik nu niks aan het doen ben. Daarom dat ik moe lijk. Handig. Wat? Gaan wij doen? Dat weet ik niet. Ik heb net, dat doe ik niet vaak, maar eerst gegeten. Normaal eet ik chips of eet ik iets anders. Nu eet ik is iets anders. Dat mag ook wel eens. Dus ja. Ik zie jullie weer terug, want ik denk mijn camera bijna afgelopen is. Toch. Na 6 minuten. Ik kan nog wel even praten, maar dan kom ik het risico tegen dat mijn camera gaat plat zijn en mijn camera gaat leeglopen. Dus snap wat ik bedoel. Ik kan even denken wat ik kan doen voor de vlog en dan zie ik jullie subiet terug. Tot ziens. Tjo jongens, ik ben terug. Het is de volgende dag, maar ik heb nog wel iets te laten zien. Kijk even mee. Ik ga hier een screen zo kort zetten. 3, 2, 1. En het is begonnen met screen record. Kijk, jullie zien hier een locatie. Dit is waar ik vroeger gewoond heb. Nu denken jullie van, hè, zijn toch gewoon beton dinges. Ja,
Maar als ik hier in een zijstraatje ga, zie je dat veranderen. Kijk hè. Kaboom. Hier heb ik vroeger gewoond. Daar. Dat ene gebouw hier. Kijk, dit gebouw. Helemaal van boven. Normaal toch? Normaal was dat daar. En daar heb ik 11 jaar geleden gewoond. 11 jaar geleden. Dus ja, dat is wel al even geleden. Dit gebouw hier. Ik gewoon. En dan, wacht even, hoe doe ik dat hier nu toe? Voilà. Kijk, zo'n hele straat. En als je verder gaat hier, en nog eentje, dan kunnen hier het huis wel zien. Maar kijk, hè. Kijk nu als ik indruk, het is helemaal weg, is disappeared. Dus hier stond eigenlijk het gebouw waar dat ik woonde. Oh shit. En dan, wij woonden op het hoogste verdiep. Wacht, ik zal eentje teruggaan. Zie? Wij woonden op het hoogste verdiep, zo. Hier zo. Maar ja, die gebouwen moesten weg. Ik weet niet meer waarom, maar die gebouwen moesten dringend weg of zo. Maakt niet uit. Ja, hier heb ik vroeger gewoond, 11 jaar geleden. En dan zijn we naar Joran gaan wonen en zo. En dan. Mijn mama en ik ben hier gaan wonen. Ja. Helemaal boven. Maar ja, dit zijn geen foto's niet meer van 11 jaar geleden. Zagen die gebouw wel er beter uit. 11, 12 jaar geleden. Sorry. 11, 12 jaar geleden. Ja, jongens, 11, 12 jaar geleden. Het is lang geleden. Wacht, jongens, ik ga even doorsturen naar mijn eigen. Dat je een beetje mijn video kan gooien. Nou ja. En heb ze. Maar ja, dit is nu iets anders. Gebruik ze nu als parking. En nu stond er niemand op, maar jullie zagen dat dat gewoon betonnen gronden waren. En als je daar nu gaat zien, dan staan er auto's op. Of ze zijn dan afgesmeten. Ik weet niet wat ze daar zijn. Ze zijn van plan om te bouwen, dat weet ik niet. Maar ik slieg morgen terug. Morgen heb ik ook leuk iets te doen. Dan ga ik mijn bed anders maken als het lukt. Dus ja, vergeet niet te abonneren. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Druk ook even op dat beltje naast de abonneerknop. Zijn jullie altijd op de hoogte van elke video dat ik upload. En dan zie ik jullie morgen terug. En dan zeg ik, Gigi, out. Hey,